Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, is het weer tijd om mijn favoriete producten te laten zien. En dit keer zijn het de favoriete producten van september. De maand is alweer zo hard gegaan. We zitten alweer in oktober. En ja, dat betekent dat ik eventjes met jullie mijn favoriete producten van september wil doornemen. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, het is een heel mager oogje dit keer. Het is echt een heel weinig producten. Dat overkomt me eigenlijk bijna nooit. Dat ik heel weinig producten heb die ik fijn vind. Maar september was eigenlijk meer een maand van de felproducten dan van de favoriete producten. Maar goed, ondanks dat ga ik ze toch even met jullie doornemen. Soms heb je gewoon zo'n maand. In september was dus een maand waarin het gewoon heel karig was qua producten. Maar goed, ben jij benieuwd welke producten ik dan toch wel heel fijn vond van september? Zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met het product wat bovenop ligt en dat zijn deze Festival Colors. En dit zijn glitters. Deze glitters die kun je gebruiken op zowel je gezicht als op je haar. En deze komen gewoon van de Action. Deze waren verkrijgbaar in verschillende kleuren. Zilver is de basiskleur. Daarnaast kun je kiezen uit paars, blauw of groen of roze. Nou, ik hou van roze, dus je kan het al raden. Ik ben voor roze gegaan. In elk potje zit 15 ml. En er zit dus een heel handig kwastje bij. Even kijken hoor. Voor het beste resultaat wordt aangeraden dat je gezicht of je lichaam of je haar schoon is. Nou ja, dat lijkt me heel erg logisch. Dan kan je het kwastje gebruiken om de glitters aan te brengen op de gewenste plek. En dat moet je herhalen tot je het gewenste resultaat hebt behaald. Je kan het heel makkelijk weer uitspoelen met water. Nou. En een zachte doek trouwens, daar moet je het mee verwijderen. Ik zal ze allereerst even uithalen, zodat jullie even de potjes van dichtbij kunnen laten zien. Het is een soort gel. Die glitters, er zit gewoon een soort gel in. Anders blijft het natuurlijk ook niet zitten als het losse glitters zouden zijn. Kom op, kwastje, je kan eruit. Yep. Dit is het kwastje. Het is op zich best wel een mooi penseeltje, moet ik zeggen. Hier zitten zelfs nog glitters op en ik heb ze echt schoongemaakt. Een fijn penseeltje, wat dikkere haren zitten eraan. Je kunt hier prima de glitters mee aanbrengen. Ik heb het alleen op mijn haar gebruikt. Ik ben niet zo iemand die een glittergezicht wil, dus ik dacht, nou, mijn haar vind ik leuk. Ik was september jarig, dus ik dacht, nou, weet je, dan is het leuk om iets extra's te doen. Ik kan het even opendraaien om jullie te laten zien dat het echt ook gel is. Kijk, in het dekseltje zie je al gewoon dat het op gelbasis is. Ik moet zeggen, op mijn haar, je zag het, de roze kleur die overheerst heel erg. Op blond overheerst de kleur met het meeste pigment. En dat was in dit geval roze. Die zag je gewoon het allermeest. Dit zijn eigenlijk vooral hele fijne glittertjes. Zilver zag je ook wel, maar minder goed. Maar het leuke was, in die zilveren, daar zitten gewoon hele kleine figuurtjes in. Ik denk niet dat het voor jullie heel goed zichtbaar is. Misschien als ik het dekseltje eraf draai, dat je wat figuurtjes ziet zitten. Maar daar durf ik geen uitspraak over te doen. Nee, je ziet het niet echt. Je ziet het echt alleen als het op je haar of op je gezicht zit. Maar het zijn echt hele leuke glitterpotjes die ook daadwerkelijk werken. Ze zijn super goedkoop. En het is gewoon heel erg leuk om hiermee te spelen. Ik kan me ook voorstellen als je graag naar festivals gaat dat het leuk is om dit te gebruiken. Ik heb mijn haar daarna gewoon gewassen met shampoo. En het ging er ook gewoon heel erg makkelijk uit. Dus dat was ook heel erg fijn. Voor mijn haar vond ik echt een succes. Voor mijn gezicht kan ik het niet zeggen, want daar heb ik het dus niet voor gebruikt. Maar ik vind het zeker echt een heel leuk extraatje voor een feestje of wat dan ook. Dan heb ik een oogschaduwpaletje van Essence. En dit is het In Love With Rose oogschaduwpaletje. Ziet er ook heel schattig uit. Heeft de naam 02 en Happily Ever After.
En ja, je ziet vooral eigenlijk vogeltjes hierop staan. Het is een heel mooi roze paletje. Ga je open of niet? Het openmaken van deze paletjes vind ik een beetje een dingetje. Ik krijg hem ook gewoon echt daadwerkelijk niet open. Oh, daar gaat hij. Zoals je kan zien zijn het vrij zachte kleurtjes met best wel veel pigment. Je kunt hier echt leuke ooglooks mee maken. Het zijn, ja, je kunt heel goed zien waar ik overal in heb gedipt. Nou, in dit geval is dit in alles, want ik heb ze geswatcht. Dus je ziet dat wel heel erg goed. Maar dan is het pigment ook echt wel super goed. Je kunt er wel echt hele leuke ooglooks mee creëren. Ja, heel veel variatie zal er niet in zitten. Omdat er veel roze in zit. En hier en daar wel een lichter kleurtje. Maar over het algemeen vond ik het een heel erg leuk paletje. Met voldoende pigment. Waar je echt wel, ja, leuke looks mee kunt creëren. En het is ook wel iets intenser. Dus mocht je, ja, intensere ooglook willen. Dan is het paletje heel geschikt. Je moet alleen heel erg van de kleuren houden die erin zitten. Dan heb ik een lip treatment van Catrice. En hier zit Sia Butter in. Dat is deze. Oh, dit gaat zo lekker weer kaatsen in mijn camera. Heeft de naam 010 Lip Pajama. En zo ziet het eruit. Het is een vrij stugge boter. Dit is ook echt van glas. Dus kijk hier meer uit. Althans, zo voelt het. Is het eigenlijk wel glas? Nou, nu twijfel ik. Het voelt als glas. Het ruikt ook super lekker. Dit is echt een hele verzorgende, ja, ik zie het gewoon meer als lippenbalsem. Ik dacht eerst dat je het ook kon gebruiken voordat je je lipstift aanbracht. Maar dat vond ik zelf niet zo'n succes. Maar het is gewoon een hele verzorgende lippenbalsem met Sia Butter erin. Je lippen worden hier intens zacht van. Je hebt echt het gevoel alsof er, ja, hele goede verzorging gewoon van komt. Echt een hele fijne, ja, een lip treatment, zoals Catrice het zelf noemt. Maar het is in feite gewoon een lippenbalsem die echt heel erg lekker zacht is en die je lippen goed verzorgt. Dan heb ik deze lippenstift van Essence. En dit is de Color Up Shine On in nummer 8. Die heeft dan uiteraard ook een naam. Dit is de Flamingo Red. Dit is een lippenstift met een glans. Ik vind die verpakking super tof. Die zijn nieuw bij Essence. De lipstiften hebben nieuwe verpakking. Altijd wel handig zo gekleurde dop. Dus je weet precies in je stash wat je gaat pakken. De lippenstift zelf is echt best wel intens. Op de camera komt hij denk ik minder intens over. Maar het was echt een hele mooie kleur. De shine komt ook zo mooi terug. Echt, ja, ze ruiken ook super lekker. Ze stinken ook totaal niet. Echt een hele fijne lipstift. Hij geeft wel heel erg af. Dus ja, dat is wel een dingetje, maar dat heb je wel vaker bij low budget lippenstiften. Maar echt een hele fijne lippenstift met veel pigment erin. Ik vind dat logootje van Essence ook super tof. Echt een hele fijne lipstift. En ja, ik heb er weer een hele mooie nieuwe kleur bij voor in mijn stash in ieder geval. Dan heb ik een aantal producten van Catrice. En deze komen uit de Mylaika Race collectie. Dat was een limited editie. Allereerst heb ik hier een Healthy Glow Primer. Dat is deze. Hier zou een kleine glans in zitten. Nou, dat zit er niet in. Maar het is wel een hele fijne primer. Handig pompflaconnetje ook. Ik kan het nu niet ruiken. Ik ben ook verkouden. Dus ik ruik gewoon alles graag in make-up. Ik weet niet wat dat is. Deze heeft de naam C01 Bare Naked. Hele fijne basis gewoon. Ja, er zit een soort parelglansje zitten in. Maar die zie je op je gezicht niet terug. En misschien is dat ook wel beter. Want anders loop je met een glansgezicht rond. Ik zag in ieder geval niks van terug. Maar de primer op zich vond ik wel gewoon heel erg fijn om te gebruiken. Dan heb ik ook een cream to powder highlighter. En dat is deze. Deze heeft de naam C01 The Milky Way. En het is wel een hele mooie ja, highlighter. Hij ziet er zo uit. Heel zacht. Ik raad wel aan om deze onder je foundation aan te brengen. En dan zie je hem er gewoon nog heel erg mooi doorheen komen. Dus het is echt een hele goede kwaliteit. Hij is een beetje roze ook. Maar echt wel een hele goede pigmentatie heeft deze highlighter. Ja, ik merk nog niet echt dat het een cream to powder highlighter is. Je ziet het wel aan de structuur rond mijn gezicht. Zie ik geen verschil. Hij voelt wel minder nat aan als dat je een
highlighter hebt die vloeibaar is. Dus dat is deze niet, maar een hele mooie highlighter in ieder geval. Dan heb ik ook een klein nagellakje. Dat is deze. Dit kleurtje vond ik gewoon heel erg mooi. Deze heeft de naam... waar staat de naam nou? De naam staat hier niet achterop. Die ga ik even... Oh jawel. C02 Peel Peony. Paal Peony. Hoe spreek je dit uit? Dramatisch. Heel schattig nagellakje. Zit ook echt maar 5 ml in. Mooi kleurtje. Heeft ook zo'n dubbel topje. Wat Catrice steeds vaker doet. Ziet er altijd leuk uit. Heel erg mooi nagellakje met een goede pigmentatie. Leuk kleurtje. Dan heb ik ook nog uit die collectie 2 lippenstiften. En dat zijn deze. Mooie roze hulzen met ook weer die gouden letters. Ik hou ervan. Allereerst heb ik de kleur C01 Almost Lover. Dat is deze. Hele mooie kleur. Een beetje roze. Echt heel mooi kleurtje. Mooi glans erin. Goede pigmentatie. Ik vind dit ook prachtig. Dit gouden. En dan hier staat ook nog weer Catrice. Dat is gewoon heel erg mooi gedaan. Ziet er gewoon super tof uit. En dan heb ik nog een kleurtje. En dat is de C02 After Midnight. En dit is een vrij donker kleurtje. Dit is weer een beetje een donker rood kleurtje. Ook super tof. Goede pigmentatie. Ziet er heel erg mooi uit. Allebei gewoon hele mooie lippenstiften die goed blijven zitten. En prachtig. En ja, nogmaals die hulzen roze. Ik hou ervan. Dan heb ik een oogschaduwpalette. En deze is van het merk Miki. Ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. Maar het gaat om dit paletten. En dit palette komt gewoon bij de Action vandaan. Want tegenwoordig heeft Action meerdere merken in assortiment. En daar is Miki er één van. Dit is het palette 602 Natural Flirtation. Oké. Ik vind het doosje ook wel leuk hoor. Overigens. Dit is het palette. Het is gemaakt van plastic. Het is niet het allerstevigste plastic. Dus als je hem laat vallen gaat hij waarschijnlijk wel breken. Er staat op Bare Trends. Super leuk. Achterop staan ook de kleuren. En daar staan ook de namen in vermeld. Er zitten 12 kleuren in. Ik vind het echt leuk dat Essence. Dat Action nu ook eens met zo'n palette komt. Waar ook echt de namen in staan. Er zit een dubbelzijdige applicator bij. Dan zijn dit de kleuren. Het zijn wel kleuren die je tegenwoordig heel vaak ziet. Dus ze zijn niet super uniek meer. Maar ze hadden echt wel een hele goede pigmentatie, vond ik. Je kunt er echt wel verschillende ooglooks mee creëren. En ik denk ook dat het leuk is dat Action steeds meer meegaat met dit soort trends. Ook gewoon na het feit toe. Als je bijvoorbeeld wat minder budget hebt, maar toch graag make-up wil gebruiken. Dat Action gewoon dit soort palettes aanbiedt. Want volgens mij betaal je voor zo'n palette 2 euro. En ja, het is gewoon een uitstekend palette. Hij doet eigenlijk niet echt onder voor pigments van Essence bijvoorbeeld. Dus op zich is dat gewoon ja, super leuk en super fijn. Dus echt een heel erg mooi palette voor een laag prijsje. Dan ben ik toe aan het laatste product. En dat is een setje van Real Techniques. Hij is nu trouwens leeg. Ik heb de producten hiernaast liggen. Maar ik laat het doosje ook even zien. En dit is het Eye Detail plus Define setje. En dit is een setje waarmee je dus eyeliner kunt aanbrengen. En ik was al heel erg lang op zoek naar een eyeliner kwastje van Real Techniques. Omdat Real Techniques echt ja, mijn favoriete merk is op het gebied van kwasten. Dus ik heb daar weer een nieuw setje van. En daar zitten twee kwastjes bij. Allereerst heb ik hier het Square Detailer brushje. Heel klein, fijn brushje waar je hele fijne lijntjes mee kunt zetten. Deze wordt vooral ook wel gebruikt in combinatie met deze. Die zit er dus ook bij. En dit is een, dit heeft een speciale naam. Dit noemen ze een Geet Application. Of een liner kit. Die namen. Deze kun je op je oog leggen. En hiermee kun je dus een wing zetten. En daar is dit kwastje heel erg handig voor. Ik ben hier nog een beetje mee aan het spelen. Ik heb hier nog niet echt de handigheid van ontdekt. Maar misschien komt dat nog. Maar dit kwastje is wel heel erg fijn. Ook om bijvoorbeeld in je binnenste ooghoek te zetten. Of als je wilt timelinen. Dat doen ook steeds meer mensen. Ik ben er zelf niet zoveel van. Maar daar is dit kwastje dus heel erg handig voor.
En dan zit er een groot kwastje bij. Of althans groot, wat groter. En dit is de Definer Brush. Dat is deze. Dit is een kwastje die echt heel fijn is. Hij is schuin afgesneden. Hier kun je echt een hele mooie eyeliner mee zetten. Je kunt er een heel fijn lijntje mee trekken. Je kunt er een wat breder lijntje mee trekken. Het is echt een kwastje wat heel erg veel variatie biedt. Ik vind dit echt een super fijn kwastje. Het is een super fijn setje. En ik ben heel erg blij dat ik deze nu in mijn bezit heb. En dan ben ik er alweer doorheen. Dit waren alweer mijn favoriete producten van september. Zoals ik in het begin al zei, het waren ook echt niet veel producten. Maar ja, soms heb je van die momenten. Ik vond het toch leuk om dit met jullie te delen. Omdat ik toch wel weer heel erg blij ben met deze producten. Alles gaat nu rollen. Ik heb het hier gewoon naast me liggen. Ja, ik vind het leuk. Ik heb weer wat nieuwe lipstiften die aan mijn stash kunnen toegevoegd worden. Want dat is ook altijd een dingetje. Als ik iets heb getest wat fijn is, belandt het eerst in het doosje. En als de maand om is, mag ik het ook wel eens echt in mijn stash neerzetten. Omdat ik anders misschien niet meer weet waar ik het kan terugvinden. Dus dat vind ik wel fijn dat ik dat nu ook weer kan gaan doen. Ik ben super blij met de producten. En ja, mocht je benieuwd zijn naar de producten, je kunt altijd eventjes op mijn blog kijken. Want daar staan altijd de uitgebreide reviews van deze producten. Het linkje staat in de beschrijving. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, kun je er altijd eventjes naar gaan kijken. Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je ook even dat belletje indrukt, dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En dan ja, hoef je helemaal niks meer te missen. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!